40 jaar gevlogen met de DC-3 als DDA. Bijna 90 jaar geleden is de eerste DC-3 voor de KLM hier landen. Dus het is zoveel geschiedenis. Dus ja, heel veel emotie. Zeker. Het is voor ons heel bijzonder om met dit vliegtuig te vliegen, dit historische vliegtuig. En wat het zo verschrikkelijk mooi maakt, is behalve het vliegen met dat oude vliegtuig, dat wij zijn allemaal vrijwilligers, alle collega's zijn er omdat ze hier graag willen zijn. En al onze passagiers zijn er ook altijd omdat ze heel graag met ons willen vliegen. Dus iedereen komt met een lach en gaat met een nog veel grotere lach weer weg. Het zijn allemaal goede vibraties en dat maakt het zo verschrikkelijk bijzonder. En dat maakt het zo verschrikkelijk zonde dat we er weer moeten stoppen. Ja. Dus dat is, dat voelen we hier.